Je kunt het niet gemist hebben, denk ik. Zeker luisteraars van dossier Mastenbroek weten dat er regelmatig aandacht is besteed en wordt besteed aan de zaak Madeleine McCann. Afgelopen zondag zat ik voor de buis gekluisterd. Het programma Sunday Nights was vorige week al volop in het nieuws. Het Australische onderzoeksprogramma op Channel 7 zou naar eigen zeggen baanbrekende ontdekkingen presenteren in de vermissingszaak van Madeleine McCann. Het werd, ik mag het wel zeggen, een verschrikkelijke wanprestatie. Eigenlijk gewoon een schandalige vertoning naar de ouders van het meisje. En misschien nog wat belangrijkste, onderaan de streep, zonder enig nieuw bewijs of zonder enig resultaat. Ik heb de indruk dat de makers eigenlijk niet eens in Portugal geweest zijn. Zo slecht was het. Het lijkt er ook op dat de zender Channel 7 eigenlijk uit commercieel gewin aandacht heeft geschonken aan de zaak. En smulde van alle ophef. Het heeft heel wat geld in het laadje gebracht. Zelfs de NOS en Pauw besteden vorige week aandacht aan het programma, omdat ze er echt van overtuigd waren dat er iets zou gaan gebeuren. Nou, ondergetekend is ook volledig op het verkeerde been gezet. Zondag heb ik het gezien. Sunday Night. Het werd uitgezonden via een livestream en even later online gezet, ook voor Europa. Ja, het is eigenlijk een soort chronologisch verslag van de bewuste avond in het Portugese Praia da Luz. Bijna zo'n 10 jaar geleden. Er worden wat scenario's uiteengezet. Ja, die feitelijk al 100 keer zijn doorgenomen op de televisie. Ook op mijn website. Zoals, zou het meisje zijn meegenomen door een pedofiel? Hebben de ouders hun ongeluk proberen te verbloemen? Is het meisje zelf gaan wandelen? Misschien ergens gevallen of aangereden? Ja, niet meer dan enkele mogelijke aannames en theorieën werden er eigenlijk doorgenomen. Ja, er was ook veel archiefbeeld te zien, dus ook op internet veel commentaar op. Ik dacht zelfs nog dat het nog nieuw, vers materiaal was. Het interview ook met de ouders, maar ook dat niet. De ouders waren zelfs maar een paar momenten, eigenlijk een paar minuten maar in het programma te aanschouwen. De hoofdrol was min of meer weggelegd voor complotdenker en oud-politiechef Gonçalo Amaral. Hij werd destijds, weet ik nog wel, al na ik geloof 3 maanden van de zaak afgehaald wegens tunnelvisie. Ja, hij is van mening dat de ouders van Madeleine zelf betrokken zijn bij de vermissing. Nou, uiteraard een scenario dat nooit uit het oog mag worden verloren. Maar wat mij betreft uiterst onwaarschijnlijk is. Dat vindt ook Scotland Yard en mensen die zich met de zaak hebben beziggehouden. Ja, die Gonçalo Amaral die meldde in het programma zelfs dat de Britse Veiligheidsdienst achter de verdwijning zou zitten. Nou, dat is natuurlijk absurd. Hiermee heeft hij zich wat mij betreft volledig gedisqualificeerd. En misschien kan hij een keer een bak koffie gaan drinken met die andere complotdekker. Micha Kat heet hij. Die zit in Ierland. Wat jammer is, dat vind ik echt, dat het verhaal van Amaral er nu op dit moment uitgehaald wordt door de media. En dat is kwalijk. Want de focus ligt nu weer op de ouders en niet op de werkelijke dader of daders. Het enige lichtpuntje is dat er weer volop over de kwestie wordt gesproken. En wellicht levert dat nog iets op.